Ik merk dat er in de sector een stijgende vraag is naar desinfectiemiddelen. En mensen die willen natuurlijk hun materiaaloppervlakte altijd reinigen en beschermen. En wij leveren daar een bijdrage aan met onze desinfectiepistool. Antiviruscoating is een bedrijf wat zich ontwikkeld heeft en gespecialiseerd heeft in desinfectie en reiniging van diverse materialen en oppervlakten. Wij importeren daarvoor diverse producten. Dan moet je denken aan diverse vloeistoffen op basis van nanotechnologie. En wij hebben nu ook een desinfectiepistool. En dat noemen wij de desinfectiebuster. Je kan diverse materialen en oppervlakten mee reinigen. Denk daarbij aan deurklinken, handgrepen, bankstellen, stoelen, tafels. Er zit namelijk een UVC-licht op het desinfectiepistool. En die doodt de bacteriën en kleine ziektekiemen die ze bevinden op diverse materialen en oppervlakten. Er kunnen diverse vloeistoffen in ons desinfectiepistool. En mensen kunnen ook hun eigen vloeistoffen gebruiken, hè, ontsmettingsmiddelen, desinfectiemiddelen. Wanneer je onze nanovloeistof gebruikt, heb je ook gelijk een bescherming op je bankstel, je stoelen, je deurklinken. Het voordeel van ons desinfectiepistool is dat die bacteriën worden gedood door middel van UVC-licht, wat op ons desinfectiepistool zit. De spray die eruit komt, dat is een droge spray. Het voordeel daarvan is ten opzichte van een natte spray, je hoeft wanneer je het erop spuit niet meer het af te doen met een doekje. En daarnaast is het zo, ons desinfectiepistool, wat door middel van droge spray werkt, kun je ook gebruiken voor elektronica. Het voordeel is natuurlijk van elektronica mag niet nat worden. Dus ja, wij hebben daar de ideale oplossing voor. Je komt overal, je maakt kennis met diverse mensen, je komt in diverse bedrijven, je krijgt te maken met de bedrijfscultuur, je leert de directeuren kennen. Ik vraag door van waar de behoeftes liggen, wensen die ze daar misschien in hebben, eisen die ze daarin hebben. Dus zo denk ik mee.